Nou, welkom hier bij deze preview. Alles draait natuurlijk weer om het nieuwe seizoen van de Euro VK NK Autocross. Hij ging in één keer goed. Naast mij het opperhoofd natuurlijk daarvan, oftewel Emiel. Hoe heb jij het afgelopen seizoen beleefd, Emiel? Nou, ik heb best wel druk beleefd, zeg maar, met alle nieuwe dingetjes die we gedaan hebben. Nieuwe promotie, en dus met de Autocross journaal, natuurlijk veel deelnemers. Ja, ik denk op de afgelasting na aan het einde van het seizoen dat we een goed seizoen gehad hebben. En hoe is het nou om, zeg maar, zegevierend het jaar uit te gaan? Ja, heel gaaf natuurlijk. Dat was heel mooi. Ja. Ja. Het team is natuurlijk ook enorm belangrijk waar je mee samenwerkt. Wat is bij jou, zeg maar, de aansturing vanuit jouw positie naar je eigen team toe? Nou, we hebben een groepje van monteur of 4-5. Elke maandag, elke dinsdagavond zitten we in de schuur. Aan het barretje? Ja, aan het begin een bakje doen, een bakje koffie en dan de schuur in aan de gang. En ik bedenk meestal wat we dan aan de auto gaan doen. Maak meestal een things to do listje. En dan spreken we dat even door en dan gaat iedereen een klusje aan de auto doen. En zo langzaam hopen we de perfecte auto te bouwen. Vertel even, de overstap naar een andere klasse, waarom is dat? Eigenlijk begonnen we 8 jaar geleden met autocross. We zijn verschillende klassen doorlopen, juniorklasse, standaard 1400, 2 liters. Daar hebben we de laatste jaren gereden. En eigenlijk de mooiste klasse was altijd al voor ons, de tourwagenklasse. En de afgelopen jaren hebben we besloten om de overstap te maken. Dus proberen heel te blijven en zoveel mogelijk goede uren maken in het nieuwe seizoen. We gaan veel oefenen. In het begin zullen we toch de auto onder controle moeten krijgen. En we gaan zoveel mogelijk wedstrijden rijden en dan gaan we zien wat het seizoen gaat brengen. Jij hebt de auto weer overgenomen van die andere twee, hè? Ja, klopt, ja. Ja, we hebben deze niet vorig jaar, maar het jaar ervoor dan hebben ze deze helemaal nieuw opgebouwd. En ik heb de kans gekregen, deze was nog best wel netjes van het vorige seizoen, helemaal opgeknapt. En er staat bijna weer een nieuwe auto. En zijn er nou nog dingen, want je hebt ook een heel team wat ook, zeg maar, ook afhankelijk is van jou. Dat moet ook maar met elkaar goed overlegd worden. Wat denk je wat het belangrijkste is voor onderling met elkaar, om goed te kunnen fungeren als team zijnde? Ja, sowieso de gezelligheid. Dat is, gezelligheid is heel belangrijk? Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Je moet geen struikelblokken in het team hebben. Dat je denkt van, ja, dit schiet niet op. En iedereen weet een beetje wat zijn taak is. Iedereen, als iemand klaar is, wij reden dan met z'n tweede bij de divisie V dan. Nou, die auto's kwamen, sommigen gingen dan uitzuigen, wielen eraf, alles nalopen. Iedereen deed altijd een beetje hetzelfde wat we altijd doen. Ja, nou de mini-buggy, dat is een nieuwe klasse. Die is eigenlijk 2 jaar geleden in opkomst gekomen. En vorig jaar eigenlijk het eerste echte jaar dat ze rijden. Dat zijn jongens die rijden van 6 tot en met 12 in die klasse. Dat is een 200cc motortje, zijn eigen bouwauto. En die sluit eigenlijk weer precies aan op de junior klasse en zo ook op de nieuwe klasse. Die ook eigenlijk nu 2 jaar, dit wordt dan eigenlijk het derde jaar, de junior-buggy klasse, waar ze dan ook in kunnen rijden. Dus daar hebben we een enorm mooie doorstroming. Voor de verschillende klassen zijn de maximale aantal deelnemers vastgesteld. Voor deze klasse, als er meer dan 4 zijn boven de gestelde norm, dan worden selectiewedstrijden georganiseerd. Blijft het bij 4 boven de gestelde norm, dan komen deze op een wachtlijst te staan. Deze wachtlijst die wordt gehanteerd aan de hand van de inschrijving en de tijd die daarvoor is genomen.